Hallo, vandaag gaan we babbepangen maken. En niet op de Chinese manier, maar natuurlijk de Indonesische manier. Ik heb al klaargelegd wat ik nodig heb. Ik heb 650 gram varkensvlees al van tevoren gebakken. Ui al fijn gemaakt, er komt knoflook in. Verse jahe, oftewel gember. Dus even alles lekker door elkaar. Dat gaan we fruiten in een beetje olie. Olie zit er al in. Wat er ook in gaat is sambal oelek. Ongeveer 1,5 eetlepel, maar het hangt van je eigen smaak af. Je kan er ook 1 in doen, 2 in doen. En lekker te pruttelen. Wat gaat er nog in, voordat we het vlees erin gooien? Een blokje goudbouillon. Kaneelpoeder. Niet te veel, hè? Anijs. Ook niet al te veel, want die smaak en geur overheersen anders wel heel erg. Wat peper. Ik heb net alleen maar zout over het vlees gedaan. Geen peper. Kruidnagel. 4 stukjes heb ik hier. En een maggi blokje. Lekker fijn maken. Dan gaat tomatenketchup in. Om straks de saus een beetje dikker te maken. Wat water. Even wat water erbij. Lekker alles door elkaar. Het vlees mag er wel bij. Dus nog even lekker koken. Oké, het is nu mooi aan het koken. Dus nu kan hij op een lagere stand lekker een half uur sudderen. Zo, de babbepanning is klaar. Ik heb het lekker geschept. Smaakt makkelijk.